Een andere moeilijke letter. Maar in jouw geval had ik daar allerlei woorden kunnen opplakken. Maar ik heb gekozen voor de roomsoes. Roomsoes? Dat is de eclair. Nee, de profiterol. Roomsoes, ja. Profiterol. Nikki, eet je dat wel eens? Ach, toch wel. Eet je dat wel eens? Maar toch een sweet tooth. Ah, Engels woord, sorry. Ja. Ik kom uit een gezin waar chocolade toch als een hoog goed werd beschouwd. En de smaken die je kindertijd op hebt gedaan, die zijn moeilijk. Dat is moeilijk om je ervan te bevrijden. En het is nog erger vandaag. En woon ik in Schaarbeek, boven een brasserie en boven een bakkerij, patisserie, tieroen. Dus af en toe, als ik vastzit in een tekst, denk ik van... Wat deze tekst nu nodig heeft... Is een roomsoes. Is een eclair. Een eclair. En vooral een eclair speculoos. En dan... Bestaat dat? Ik kan het u zeer aanbevelen. Nee, het is echt... Dat kan, oh nee, ik kan ongelooflijk... Maar het is hier niet aan te zien. Ja. Jij werkt dat eraf, jij klimt dat eraf, jij wandelt dat eraf. Ik heb een vrij snel metabolisme, denk ik. Maar ik probeer echt minder. Ik heb toen een Congo schreef, heb ik denk ik elke middag wel op een bepaald moment. Ik dronk toen nog frisdrank, daar ben ik voor een deel mee gestopt. Maar zo zoetigheden gaan er nog altijd goed in. Maar ik probeer dat wat af. Kleine beetjes in de beschrijving, zegt dat meester ook in dat. Dat is het waar. Ja. De ribbouw van, ik kan daar zeker. Mijn vriendin denkt soms, dat, volgens mij plak jij van binnen aan elkaar. Ik kan ongelooflijk. Vreselijke gedachte. En ze zegt ook van, dat jij niet dikker bent. Maar